Vandaag banen we onze weg door de sneeuw. Want mijn twee Steel-type Pokémon gaan deze video helemaal carryen. Shiny Magnezone en Shiny Corviknight. Want we moeten naar deze gym, de gym van Grusha. Waar Nemona ons alweer op staat te wachten. En ze zegt, het is tijd voor je laatste gym. De laatste gym, jongens. Doe even je duimpjes omhoog. Doe even een duimpje omhoog als je deze serie gewoon vet vindt. Abonneer als je nieuw bent. Zet het belletje aan als je dat nog niet gedaan hebt. Want inderdaad, het is tijd voor de laatste gym. Let's go! Laat ook even in de reacties weten of jullie tevreden zijn met mijn team. Als je nieuw bent in deze Shiny Olin Challenge. Het is Magnezone, Corviknight, Shiny Jumpluff, Shiny Azumarill, Shiny Blissey en Shiny Dreepy. Nog 4 levels, dan gaat Dreepy ook evolueren. In alle eerlijkheid had ik nooit verwacht dat ik zo'n goed team zou kunnen krijgen in een Shiny Only Challenge. Ik heb echt geluk gehad, naar mijn mening. Kom maar op met die laatste gym. Grusha. Oh ja, en een Seatoddle. Ja, wel een van de leukste Pokémon deze nieuwe generatie, hè, die Seatoddle. Die is zo cute. Ik vond het zo leuk dat wij die Shiny hadden. Dat was niet in deze playthrough, maar hiervoor heb ik gewoon een normale playthrough gedaan van Pokémon Scarlet. En daar vonden we gewoon random een Shiny Seatoddle. Dat was echt te leuk. Ben je er klaar voor, Grusha? Ik heb twee Steel-type Pokémon voor je meegenomen. Die zullen het vooral moeten gaan doen. Die ene is ook flying, dus ik zet liever eigenlijk Magnezone in. We gaan zien hoe dit gaat lopen. Ik moet eerst tegen Frostmoth. Let's go, Shiny Magnezone. Flash Cannon. Oh, hij doet Blizzard. Dat mist mij. Heerlijk. Ik doe Flash Cannon. Trouwens, beide Pokémon van mij terrestrializen niet in een Steel-type. Magnezone terrestrialize in een electric type. En Corviknight even of terrestrialize in een flying type. Dus dat schiet allemaal niet zo op. Dus ik ga niet terrestrializen, denk ik. Ik hou het gewoon lekker zo. Lekker basic. Basic tegen Beartic. Flash Cannon erbovenop. Ja, tegen Frostmoth ging het makkelijk. Beartic overleeft het ook niet. Oh my gosh, deze Magnezone maakt ze helemaal kapot. Ja, mijn Steel-type Pokémon gaan deze video echt rocken, denk ik. Want hierna ga ik nog iets doen waar ik mijn Steel-type Pokémon voor nodig heb. Ik ben heel blij met mijn Steel-type Pokémon. En misschien wel mijn favoriete type. Ik vind dat zo'n handig type. Ik hou ervan. Heel veel moves zijn not very effective op Steel. Het is gewoon super fijn. Ja, natuurlijk heb je ook andere types nodig in je team. Maar als ik een gymleader zou zijn, dan zou ik denk ik wel een Steel-type gymleader willen zijn. Love it. Heerlijk. Kijk dit dan. Zelfs Titan gaat er in één klap aan. Dat is niet te doen, toch? Dat is niet normaal. Het is al de beurt voor Altaria. Ja, Grusha, dit gaat best wel snel, hè? Dit zou zomaar heel snel kunnen gaan. Altaria gaat natuurlijk wel terrestrializen naar een Ice-type Pokémon. En ik denk dat heel dat terrestrializen nog langer duurt dan de rest van deze battle. Als ik Altaria ook in één klap mag slopen. Geen idee of dat gaat gebeuren. Ik ben benieuwd welke moves Altaria heeft, want het is een Dragon-type en Dragon-types hebben vaak ook wel een Fire-type move. Dus ik weet niet of Altaria dat kan leren. Maar als ik een Fire Blast op mijn hoofd krijg, nou ja, ik krijg een Dragon Pulse op mijn hoofd. Dat gaat niet zo heel veel uithalen. Flash Cannon erbovenop. Gaan we Altaria dan ook in één keer slopen? Nee, nou, daar hebben we wel twee klapjes voor nodig, aangezien die terrestrialized is. Maar ja, dit was misschien de makkelijkste gym battle. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ik nu eindelijk al 6 Pokémon bij elkaar heb. Dat helpt ook wel. Ik heb nu eindelijk een beetje keuze met welke Pokémon ik wil gebruiken, welke types. Ik heb wel veel Steel-types en Fairy-types in mijn team. Zo is het nou eenmaal gelopen. Maar dat is voor nu echt heel erg fijn zelfs. Bye bye Altaria. Sorry, Grusha, dat dit zo makkelijk ging. Ja, maar ja, ijs heeft ook gewoon veel weaknesses, hè, dus ja. Hey, fotootje. Hey, de laatste gym badge is gewoon gehaald, jongens. We kunnen nu gewoon lichting La Primavera. De Pokémon League gaan doen, de Elite Four en alles. Maar eerst moeten we nog wat andere dingen doen. Doei, Seatoddle. Zoals dit. Nogmaals praten met Nemona en met La Primera. Ze zijn allemaal zo blij voor mij, joh. Ja, dit ging heel goed. Ja, dit ging echt top. Dit was echt super. Ja, jee. Maar nu dat ik de 8 gym badges heb, mogen we de Pokémon League gaan uitdagen. Nou, dat gaan we binnenkort maar eens even doen dan, hè. Dan komen we elkaar weer tegen Gita. Maar eerst moeten we maar eens even naar Ortega. En die basis ligt hier eigenlijk al voor mijn neus. Eerst moet Clavel nog even zijn haar goed doen. En die wil nog weer met mij praten. Heb ik helemaal geen zin in. Helemaal geen tijd voor. Ik wil gewoon lekker door. Ik wil eigenlijk wel even hier een battletje doen. Ik wil gewoon heel graag dat Dreepy gaat evolueren. Zo, je hebt wel een coole outfit trouwens, joh. Je bent een graffiti artist of zo. Je handen zitten wel een beetje onder, hoor. Oh, Gotitelle. Die heb ik echt nog nooit gebruikt. Maar volgens mij is Gotitelle best wel goed. Discharge! Niet mij laten slapen, alstublieft. Goed zo, je mist. Daar word ik altijd blij van. Als je mij gewoon even niet raakt. Zodat ik niet hoef te gaan slapen. Top, kijk, Dreepy gaat nu naar level 47. Ik kan hier wel even lekker trainen hier bij dit water, hè. Ik bedoel, allemaal Golduck, Vaporeons en zo. Oh, een Golduck is wel sneller. En die zorgt ervoor dat ik nu blijkbaar een water-type Pokémon ben geworden.
Hoppakee, boeien. Kijk, dit gaat wel lekker met de XP hoor, jongens. Vaporeonnetje blijft ook een mooie Pokémon, hè. Ik vond vroeger Jolteon altijd de coolste evolution, maar Vaporeon mag er ook echt wel zijn, hoor. Trouwens, Flareon ook. Ze zijn allemaal cool. Oeh, Azumarill wil superpower leren. Is een fighting type move. Kan ik denk ik wel gebruiken hoor. Die gaan we doen in plaats van slam. Is toch fijn om een fighting type move in mijn arsenaal te hebben. Want dat had ik volgens mij nog niet echt. Blissey wil last resort leren. Nee ja, het gebruikt zijn attack. Dus dat heeft totaal geen zin. Oké, maar nu focus. Meneer Harrington is weer hier. Die komt kijken bij de jonge meester Ortega. Bla 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 bla. En we moeten eerst tegen hem even battelen. Meneertje Harrington. Met Morgrem. Die vind ik wel cool. Dat vind ik een leuke Pokémon. Oh, die zit weer een nasty plot voor te bereiden. Special attack gaat omhoog. Maar een flash cannon op zijn bakkes is gewoon genoeg. Hoppakee. Nice. Dan nu Hatterum. Gaan we ook voor de flash cannon. Beam. Ja, die ging het wel overleven. Dat wist ik al. Want dat zou niet super effectief zijn. Het is nog niet eens een Hatterene. Maar ja, je mag me best aanvallen hoor. Je hoeft niet alleen maar allemaal trucjes te doen. Je mag gewoon mij aanvallen. Maar hij valt me helemaal niet aan. Ja, dan maak je het mij ook niet heel moeilijk, hè? Easy! Alles easy in deze video lijkt het wel. Ben benieuwd of het easy blijft. Dreepy gaat naar level 48. Maar ik wil graag naar binnen. Mag dat? Ik zal netjes aanbellen weer. Ketsiopia! Ding dong! Oké, we zijn binnen. Even 30 fairy Pokémon nakken. Ah, daar hebben we Meryl en een Azumarill. Ik vind hun zo leuk. Ik ben echt zo blij met dat ik hun in mijn team heb. Ik ben heel blij met jullie. Ik heb zelf ook mijn shiny Azumarill meegenomen. Blijft gewoon heel cool. Gewoon een vet een gouden eierbal konijn. Tink tinky. Make them kapoet. Jingly poonfies. Make them also kapoent. Ja, dit is weer easy, hè. Ik kan er niks aan doen. Dit is gewoon allemaal niet zo moeilijk. We'll take you on. Oké, kom maar. Ja, met Wigglytuff. Pak die Wigglytuff. Nice. Oké, jullie fixen het hier. Ik loop even door. Eens even koekeloeren. Hier in de midden kan ik alvast healen straks. Dus dat wil ik ook nog wel even voor mijn Meryl. Die heeft 3 HP verloren. Maar die wil ik toch terug. Ja, dit gaat soepel. Heel soepel. Nog eentje. Let's go. Oké, kom maar op. Kom maar op, Ortega. Hopelijk wordt dit eindelijk eens een keer een makkelijke Team Starbase. Want die Team Starbases, dat vind ik eigenlijk misschien nog wel het moeilijkste in deze game. Alhoewel, ik heb ook wel moeite met gyms in deze Shiny Only Challenge. Ik ga niet voor je liegen. Er waren er een paar die toch wel lastig waren. Vooral de Normal Type Gym was weer moeilijk. Hallo, Ortega. Met je mooie roze auto. Ja, een hele vette auto, hoor. Zou ze die ook hebben in die Barbie film? What up? Oké, Meryl. Ik bedoel Azumarill. Eens even kijken of we die kunnen one-shotten. Mijn Azumarill is super sick. Steel-type moves zijn niet super effective. Maar hey, dat zijn electric-type moves wel. Dus we doen discharge, ja. En de special attack van mijn Magnet Zone is natuurlijk super hoog geworden. Ja. Die boosten we gewoon door de nature van Magnezone. Dan moet ik nu tegen Daxbun. Die kunnen we natuurlijk wel pakken met een steel type move. Ook wel echt een hele schattige Pokémon hoor. Oh, maar hij heeft wel Mudslap. Oké, Ortega denkt... Oh, ik moet die Magnezone echt even eruit knallen. Hij zegt dat ik outmatch ben. Nou, ik denk eerder dat jij outmatch bent, vriend. Want ik heb nog backup, hè. Ik heb straks nog Corviknight, hè. Als jij het eventueel voor elkaar krijgt om mijn Magnezone kapot te maken. Maar Accuracy is wel een beetje naar beneden nu. Dus dat heeft hij ook gefixt met die Mudslap. Maar een ground type move. Dat is op zich slim. Nu, Wigglytuffy. Met zijn mooie blauwe ogen. Oh, kijk, ja, zie je. Nu mis ik dus mijn flash cannon. Heel goed, omdat ik die Mudslap net op mijn hoofd heb gekregen. Maar ja, Play Rough doet niet zo heel veel damage op mij. Ik kan wel wat hebben, gelukkig. Nu dan, mijn tweede poging flash cannon op Wigglytuff. Bam, Wigglytuff is ook weg. Steel-type Pokémon voor de win. Oh my gosh, zo sick. En dan nu tegen Revavroom. Ja, dit is je laatste Pokémon, Ortega. Ja. Ja. Oh, en die is dus ook fairy only zo te zien. Dus de flash cannon kunnen we gewoon gaan doen. Steel roller. Doet er helemaal niks. Oh my gosh. Heerlijk om gewoon steel type Pokémon in mijn teampie te hebben. Oh, wat fijn. Magnezone, je bent echt de baas. Magical Torkoal. Oké. Ik ben over de helft van mijn HP. Maar ja. Het is niet genoeg. Het is by far niet genoeg. Het gaat eigenlijk super simpel. Eindelijk een video waarin alles makkelijk is. Het komt niet vaak voor in deze Shiny Only Challenge. Maar dit is er wel een. En zo verslaan wij Ortega. Hoppakee, goed gedaan Magnezone. En we beginnen echt al tegen het einde van de normale base game aan te lopen. En in de volgende video gaan we kijken of het moeilijker is. Doe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Dit ging heel lekker jongens. Ik zie jullie bij de volgende video. Mazzel.